Hoi, ik ben Bas Stietema. Geboren in Zwolle en van jongs af aan ben ik gek op sport. Ik droomde van een carrière als profvoetballer bij PEC Zwolle. En later als wielrenner bij BMC. Jawel, Bas Stietema, die wint hier. Ik was goed op weg, maar in één klap was alles voorbij. Ik liet het er niet bij zitten. Ik begon een YouTube-kanaal waarmee ik wil laten zien dat sport meer is dan wat je op tv ziet. Ik zocht naar twee creatieve sportgekken en kwam uit bij Josse en Devin. Samen begonnen we het avontuur in de Tour de France. We gingen op pad. Zonder slaapplek en zonder accreditatie, maar vol passie en respect voor de sport. En we werkten hard. Heel hard. Tot hoe laat heb je gewerkt, Devin? Tot 5. Kijkers en bekende wielerfans stuurden de meest krankzinnige challenges in. Bas, ik heb een opdracht voor je. We deelden 100 pizza's uit op de Champs-Élysées en reden stiekem over het parcours. Van die parcours? Dat kan toch niet, jongens? We bereikten jong en oud. Hadden de landelijke media. Ja, op YouTube, door de Tietema heet het. Wonnen een award. Ja, misschien een begin is voor iets wat veel groter kan worden. En wisten duizenden nieuwe sportfans te bereiken. En wat ik ga zeggen, weet ik niet. Dat moet gewoon in me opkomen. En dit is nog maar het begin. Van vele avonturen in het wielrennen en daarbuiten. Wij zetten voor jou de sportwereld op zijn kop. Dit is Tour de Tietema.